Eerste vraag. Hoe zijn je begonnen met pingpong? Eigenlijk heel toevallig erin gerold op 7-jarige leeftijd. Via mijn schoonbroer die in een jeugdclub was en waar een tafel stond. En die heeft mij meegenomen daar naartoe. En bleek dat ik wel wat talent en aanleg had om te pingpongen, om te tafeltennissen. En was ik al heel snel opgevist voor provinciale en nationale trainingen. En, ja. Een groot misverstand over de tafeltennissport is dat het niet intensief zou zijn. Dat het maar eigenlijk een beetje op een balk kloppen is. Nu, dat is het geenszins. En ik denk de meeste mensen hebben het idee van zo gewoon recreatief, een beetje met paletjes waaien, maar dat is het helemaal niet. Nu, het beeld dat de meeste mensen hebben van tafeltennis is de tafel die ze openzetten in de garage en daar een beetje ballen. Maar tafeltennis is moeilijker naar gelang het niveau. Dus hoe hoger het niveau, hoe meer fysiek en mentaal dat je moet in orde zijn. Mijn kwalificatie voor de Olympische Spelen, die eigenlijk op dat moment onverhoopt was. Ik stond toen ongeveer 60ste Europees en er waren maar 24 plaatsen voor Europa om aan de Spelen te kunnen deelnemen. En ik heb mij via een kwalificatietoernooi toen geplaatst, dus dat was echt exploot. België. Belgium. La Belgique. Pingpong, tafeltennis is mijn grote passie. En wat betekent passie voor iemand? Iets dat je heel veel plezier geeft, heel veel voldoening en waar je heel veel positieve energie van krijgt. Ik geef ook training en ik vind dat ik dan ook aan tafel het voorbeeld moet geven, zolang ik dat kan.